Waar ik eigenlijk altijd tegenaan loop bij de aanschaf van een nieuwe telefoon, is dat ik mijn oude data over wil zetten naar mijn nieuwe telefoon. Dat vaak best wel een gedoe is. Zelf maak ik heel veel foto's. En om dat allemaal even 1, 2, 3 over te zetten, zorgt er vaak bij mij voor dat mijn nieuwe telefoon toch in de doos blijft zitten. Je wil een bepaalde zekerheid hebben dat gewoon al je bestanden worden meegenomen. Zo ook notities, muziek. Ja, weet je, dat zijn wel allemaal dingen die je hebt opgebouwd. Ja, maar wel op een makkelijke manier. Dat je niet, ja. Dat je niet eerst naar de winkel hoeft, dat het niet veel tijd knapt. Dat je zegt dat dat je telefoon niet in de doos blijft zitten. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Een van de drempels bij het overstappen naar een nieuwe telefoon, ja, is gewoon dat het voor je gevoel heel veel tijd kost en moeite. En je moet aan de slag met het maken van een backup en misschien wel met kabeltjes en software en gedoe in ieder geval. Als blogger maak ik de hele dag gebruik van mijn telefoon. En bij het overzetten van bestanden vind ik het dan ook belangrijk dat er niks verloren gaat. Ik ken de Smart Switch nog niet, maar het is een heel erg gemakkelijke en veilige manier om al je bestanden naar je nieuwe Samsung-telefoon over te zetten. We hebben dus hier jouw oude toestel, hier is het nieuwe toestel. Heel simpel, het is de S6, hier staat de app al standaard op. Je downloadt hem op je oude toestel. Ja. Als je hem opent, krijg je de keuze om waar wil je vandaan overstappen. Van een Android-toestel of bijvoorbeeld van een oude iPhone. Ik verbind mijn oude telefoon met behulp van de OTG-kabel en natuurlijk mijn oude iPhone-kabeltje. En hierna start ik de app op. Ik ben zelf niet zo fan van kabeltjes en laten we het gewoon via de cloud doen, heel modern. Je drukt op start, die is hier vervolgens ontvangen en hij gaat het hele toestel overzetten naar een nieuw toestel. Chill. Hoeft dus ook niet naar de winkel. Nou, als je dit niet kan, dan... Kun je beter stoppen met de telefoon nemen. Weet je, dit is bijna nog makkelijker dan een telefoonnummer draaien.